Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 46 hier in België. De vorige 9 wedstrijden hebben we telkens gewonnen. We kunnen kijken of we dit keer onze 10e achtereenvolgende overwinning van het seizoen kunnen behalen. Het zou vet zijn als dat gaat gebeuren, maar ik verwacht stevige concurrentie van Max Verstappen. Heb hij die vorige wedstrijd in Hongarije gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechts voor het i'tje. Klik erop dat die video verschijnen. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career content. We kunnen vandaag ook constructeurskampioen worden bij de constructeurs natuurlijk. Daarvoor hebben wij nodig een 1-2'tje en misschien dat snelste racerondepunt. Dus Verstappen is van cruciaal belang in deze wedstrijd. Laten we kijken wat dat gaat worden. We hebben nieuwe onderdelen aan de auto toegekend. En we hebben zometeen een interview met Will Buxton. We zijn gewoon uitgelopen van Mercedes. Dus ik verwacht hier gewoon weer de dominantste auto te hebben voor dit seizoen. Vanaf Bahrein. Elke wedstrijd gewonnen. En dan gaan we lekker door met het interview met Will Buxton natuurlijk. Het laden duurt altijd een tijdje, maar het is niet erg. Here we are in the HQ of our newest Formula One team. We've got an awful lot to talk about, so let's jump straight in. In a recent interview, you spoke on the topic of mental health in sports, and you mentioned you were initiating a mental health program at your team HQ. What drove this decision? Nou, mental health is natuurlijk hartstikke belangrijk in de Formule 1. Als je dat niet hebt, dan hoor je hier gewoon niet thuis, want je moet gewoon voor jezelf gezond zijn. In deze zware competitie. The recent flooding at the factory must have been a significant. Ik heb geen overstromingen gezien, Bill, dus. Engineers and teammates have had a difference of opinion on where you focus your development. You spoke a while back of a significant investment in your chassis department. Ja, dat klopt. Dat klopt. A recent survey found that your staff have the highest employee. Het zal allemaal wel. Het interview is voorbij. Dan is het lekker opmaken voor het raceweekend. We hebben veel R&D-punten verzameld. Ook flink geld binnengekregen. De seizoensbreak komt eraan. En we hebben weer wat activiteiten die we kunnen gaan doen op de tijdlijn. Ook wat persoonlijke department wil mijn aandacht hebben. Thanks for stepping in and helping handle that. We hebben nog meer updates aan de auto volgens mij. Inkomen weer heel erg mooi om te zien. En dan gaan we door naar het raceweekend hier in België. 22 rondes, een korte wedstrijd. Dat komt ook vanwege het lengte van het circuit. Ik dacht eraan, zal ik 44 rondes doen? Maar ik dacht, nee, ik vind 22 vind ik zat. Componenten van de motoren hoeven nog niet worden gewisseld. In de kwalificatie komt er regen aan, dus daar moeten wij ons op voorbereiden. En dan gaan we lekker door naar de kwalificatie natuurlijk, om te kijken of wij naar de pole position kunnen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 46 voor de kwalificatie natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1, lekker zonnig weer voorlopig. Ik verwacht hier gewoon door te kunnen komen naar Q2. Lassoers nemen we iets te wijd. Komen een klein beetje op die curbzone. En dat betekent een momentje overstuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij de run naar Rouge en Radion met minder snelheid kunnen meenemen. We zitten daar dan bij Blanchimont aan te komen. Bottas met een 1.40.6 naar P2. Wij komen zo meteen bij de busstopchicane aan. Beetje verremmen, maar dat is geen probleem. Rechte voorband gaf niet echt mee. DRS weer geopend. En dat is een 1.40.4 op 40. Sorry, een 1.40.5 op 40.000 van Verstappen. Excusez. Aanbeland bij Q2 op de medium compound. Ik ga proberen een andere strategie te doen dan mijn teamgenoot. Want Max gaat op die softbanden rijden, kan ik je nu alvast verklappen.
Weer een momentje bij La Source, bij het uitkomen richting Eau Rouge. Ik neem die bocht gewoon veel te kort, daardoor kom ik niet goed uit op de exit. Is het hier zometeen DRS geopend, en dan is het gewoon een en al motor. Armstrong met een 1.43.3 op P9. Wij gaan kijken wat dit rondje opbrengt op de medium banden. Of dat goed genoeg is. Hamilton met een 1.43.7 op de medium compound. En wij pakken die tijd af met een 1.40.8. We stappen op de medium compound. Regen in Q3 is aangekomen. Het pettet al een klein beetje. En dat is wat nadelig voor ons. Want als je eenmaal op de softbanden gaat beginnen, is het onmogelijk om die auto recht te houden op een nat circuit. Intermediates waren gewoon nog niet goed genoeg voor deze condities. Dus kijken wat het gaat worden. Geen sessie update van Jeff. Dus dat wordt lastig. Kunnen wij Eau Rouge volledig nemen? Nee, die kunnen we niet volledig nemen. Hadden een moment op de Eau Rouge en moeten hier voorzichtig aan gaan doen. De baan is wat natter geworden en Verstappen zet een 1.43.9 neer. Dat is een bloedsnelle tijd. Sector 3 is al helemaal nat en krijgen een track limit waarschuwing. Ik moet dat doen om vanwege de condities om die auto niet te verliezen. Maar dit wordt geen 43.5 volgens mij. Dit wordt een 1.45.3 op 1,4 seconden van Verstappen. Geen pole position. En die komt er ook niet. Verstappen pakt pole in België. Hamilton op P2 op ruim 18e. Wijders naar P3 op ruim 1,4 seconden. En Ricciardo naar P10 op de intermediate komt 7,5 seconden tekort. Dat betekent Verstappen dus op pole. Wij op P3 met een andere strategie. Hamilton start ook op die minibanden. Dus we moeten Hamilton voorbij bij de start. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 46. Welcome along then to the Belgian Grand Prix, the race that gave us the maiden victory for the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special around one of the many corners of this fan favorite circuit. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have the Professor, Leclerc, Sergio Perez and Norris, Joe, Bottas, Sainz and Daniel Ricciardo, Russell, Gasly, Yuki Tsunoda and Stroll, Eilert, Lundgaard, Mick Schumacher and Nicholas Latifi, Mazepin, Ocon. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Armstrong and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel is dus om weer punten binnen te halen voor het team. Medium hard is de strategie. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. 22 rondes, een korte wedstrijd. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 46 hier in België. We starten op P3 voor ons Lewis Hamilton en teamgenoot Max Verstappen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lewis Hamilton. Daar is ook gelijk al Perez al te kijken, maar die kan daar niet langs. Wij remmen naar Lewis Hamilton toe, pakken P2 af in La Source. En het is een 1-2'tje voor ons in de openingsronde. Verstappen rijdt al gelijk van ons weg. Het gat is al ruim 18e geworden. We hebben een klein momentje op de radion. En Hamilton kan terugkomen in de slipstream. Wij gooien onze overtakeknop aan om te profiteren. En we remmen dat gat dicht naar Verstappen. Het gat is nu 15e.
W10e gewonnen dus. We komen bij de busstopchicane aan en kijk maar, we hebben gewoon meer snelheid meegenomen in die bocht. Dat gat is 14e, maar dan heeft Verstappen hier ons op de exit. En hij noteert de snelste raceronde met een 1.44.3. Wij noteren wel paars in sector 3. Dat gat is 16e naar Max. En wij zetten de druk er gewoon vol op. Hamilton heeft last van die medium compound. Dat gat is 2,5 seconden. 2,6. En wij gooien onze overtakeknop weer aan. Hebben hier slipstream van Verstappen. We kunnen er naartoe rijden, maar nog niet echt aanvallen. En zetten paars in sector 1 neer. 2,7 seconden sneller. We zitten in ronde nummer 3 en DRS is beschikbaar gesteld. We vallen bij Verstappen aan die binnenkant. Hij weet dat. Maar wij vinden toch een gaatje, schieten gewoon door. Noteren wel paars in sector 1, maar moeten die P1 weer teruggeven aan Verstappen. En dat is nog steeds P2. We hebben een flink moment overstuur. Daardoor kunnen wij niet meer terug aanvallen bij onze landgenoot en teamgenoot. Herhaling van de start in Spa-Francorchamps met Max op pole. Wij dus op P3. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. En die Perez kwam ook goed weg. Alleen dan kan Perez nergens naartoe. Wij remmen dat gat naar Hamilton gewoon helemaal dicht. En pakken P2 van hem af. Beetje druk daar in La Sours. Heel veel verkeer en Verstappen rijdt al van ons weg. Twee dik tussen Sainz en Perez op Eau Rouge. Nog steeds twee dik daar tussen die twee. En dat is Perez die daar als snelste uitkomt. Wij houden Hamilton van ons af. Zo verliep de eerste ronde in Spa-Francorchamps. We zitten in ronde nummer 3 als we dichter en dichter bij Verstappen komen. Kijken hier bij de bus op chicane. Maar Verstappen verdedigt die buitenkant. We moeten gewoon op de rem gaan staan. Anders hadden we hem sowieso geraakt. Dus dit is een spannende wedstrijd voor de race-overwinning. We zitten in ronde nummer 4 trouwens. Aanremmen bij La Sours. Max is ahead of you. The gap is less than a second. They're on old softs. Their tires are 3 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:43.1. You're falling back by 1/10 a lap. Een tiende langzamer dus dan Verstappen. En we kijken hier in de slipstream van Max. Hij verdedigt die binnenkant. Maar wij gaan hier gewoon over het gras. Duwen Verstappen daar gewoon aan de kant. En dat is de leiding veroverd. In ronde nummer 4. Verstappen kan terugkomen. Maar wij plaatsen onze auto heel goed. En Verstappen moet het doen met P2. Wij noteerden ook paars in sector 1. En dan is het nu hopelijk wegrijden van onze landgenoot. Hamilton op P3. Houdt Perez en Charles Leclerc op. Dus dat is goed om te zien. Verstappen kan wel terug aanvallen. Heeft hier meer tractie op die softband. Beetje wielbengen met elkaar. En Verstappen pakt de leiding terug. We zitten in ronde nummer 5. Weer op Camel Straight. Weer DRS. Verstappen verdedigt die binnenkant. Gaat in één keer naar zijn linkerkant toe. En raakt onze auto. Wij doen een manoeuvre naar rechts. Om te merken dat we hier niet van gediend zijn. En Verstappen negeert dat gewoon. En is weer naar P1. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maar het lijkt wel of Verstappen agressief bezig is. We moeten voorzichtig aan gaan doen. Om te zorgen dat we elkaar niet raken. Het is al 2 keer bijna gebeurd. Hopelijk nog geen 3e keer. Hier dus een herhaling wat er is gebeurd. Verstappen gaat gewoon naar links toe. Die gaat gewoon naar... Sorry, dit was een ronde eerder, mijn fout. Verstappen ging naar rechts toe om die bocht af te knijpen. Dat lukt niet en wij forceren hem gewoon buiten de baan. Hier probeert Verstappen terug te komen en dat lukt ook niet, want wij houden de auto mooi breed. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als er een nieuwe strategie beschikbaar is. In ronde nummer 13 naar de soft banden. Verstappen gaat volgens mij zometeen naar binnen voor de medium compound. En hebben hier slipstream van Max. Hij verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant. Remmen heel laat. Schieten een klein beetje door.
We prutsen hier onze exit, Verstappen kijkt naar de buitenkant dit keer, we laten hem leven en die aanval is mislukt. Jammer. We proberen het zometeen dan gewoon in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Dat gat naar Hamilton is inmiddels 8,9 seconden. Het wordt alleen maar groter en groter, zitten dus een ronde later in de wedstrijd in ronde nummer 7. Opkomen Rouge en Radion. Neem hier meer snelheid mee, hebben slipstream, overtake en DRS. Verstappen knijpt daar ons weer af, maar wij vinden een weg via het gras en dat is P1. Zet daar paars in sector 1 neer, 2/10 sneller en Verstappen kan dit keer helemaal niks. Dat is goed om te zien. Hamilton al op 11 seconden gereden, zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als Verstappen daar een poging doet om die leiding van ons af te pakken, wij verdedigen heel scherp, maar Verstappen weet daar zeer een weg langs te wurmen en heeft die leiding weer terug en gaat ook langzaam rijden. We moeten gewoon opletten, raken elkaar daar wel? Heb ik voorvleugelschade? Nee, gelukkig. Einde ronde nummer 8. En Verstappen duikt naar binnen voor de medium compound. En wij gaan dus een ronde langer door. Verstappen dus naar binnen. En wij gaan, een ronde of 4 door. Zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. En we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop. Hamilton is doorgereden en heeft Verstappen opgevangen. Hamilton rijdt een langzamer tempo dan mijn teamgenoot. En Max gaat hier pijn van krijgen. De vraag is, kunnen wij hem overcutten? Kunnen wij ervoor zorgen dat we voor Verstappen weer de baan opkomen nu Hamilton daar langzaam rijdt? Zijn pace is ook gewoon keihard ingekakt. 2,3 seconden is de pitstop. Hamilton gaat nog een ronde langer door. En wij komen gewoon mooi weer op P1 de baan op. Op deze verse set softbanden. Jeff zegt, we gaan nog een keer naar binnen. Dat doen we niet. We gaan de wedstrijd hierop uitproberen te rijden. Dat lukt wel met nog 9 rondes te gaan. Dus de strategie speelt hier een cruciale rol in de wedstrijd. Zitten in ronde nummer 13. Als het daar geel is op... Wat is het? Rouge, Radion. En daar valt iemand stil. Dat is volgens mij Lance Stroll. Die daar gaat uitvallen op Camel Street. Paars in sector 2. Ja, Lance Stroll uitgevallen in de wedstrijd. Brengt dat een VSC op? Nee, want Stroll staat daar gewoon goed en veilig. En we gaan ronde nummer 14 alweer in. We zetten ook paars in sector 3 neer. Zijn 11,8 seconden langzamer. Hamilton duikt naar binnen. Heeft ons een enorme dienst bewezen door een ronde langer door te gaan dan gepland en hield daarmee Verstappen op. Daardoor kwamen wij weer terug aan de leiding. Gele vlag vanwege Lance Stroll, die staat aan de rechterkant. En dat is nog steeds P1. Verstappen op 3,6 seconden. Hier dan even wat Verstappen zag in ronde nummer 13. Die zit hier klem achter Lewis en wij komen naar de pitstop uit. Sorry, de pitstraat uit. En dan is het eigenlijk gewoon gedaan. En Verstappen denkt nu, kak, shit, niet de bedoeling. En hij wil hier Hamilton zo snel mogelijk voorbij. Maar dan zijn wij al lang gezien. Wij zijn dan al lang vertrokken. En ik denk dat dit dat dit de wedstrijd heeft bepaald. Hamilton gaat hier nog verdedigen, maar hij maakt geen schijn van kans. Probeert nog laten remmen. Lukt dat? Nou, dat lukt wel, maar dan is die binnenkant voor Max. En dat weet Lewis. Dit gebeurde er met Lance Stroll. Op Rouge krijgt hij al een probleem. Op Rouge is het al gedaan. En dan noteert Stroll hier een DNF. En parkeert hem hier dan bij Marshall, denk ik. Jazeker, Stroll uitgevallen dus.
We zitten in ronde nummer 15. Als het daar geel is in sector 2. Dat is een tweede Aston Martin die daar gaat uitvallen. Dat is Antonio Giovinazzi. Beide Aston Martins uitgevallen in de wedstrijd. Met een hondenverschil. Jazeker, Antonio Giovinazzi. Uitgevallen DNF. We noteren groen in sector 1. Zijn 2/10 sneller. Het gat naar Verstappen is inmiddels 5,5 seconden. Met nog 7 rondes te gaan. Dus ik denk dat wij de winst al op onze naam kunnen gaan noteren. Caution, caution. Jeff waarschuwt voor gevaar op de baan vanwege Giovinazzi die daar stilstaat. Ook bij Marshall aan de rechterkant. Gele vlag wordt gezwaaid. En nu is het weer groen. Leclerc op het podium. P3, Perez op P4, Hamilton op P5. We zijn aan boord bij Giovinazzi. En daar dan verliest hij gewoon vermogen. Net als zijn teamgenoot Lance Stroll moet hij de strijd hier staken in België. Had daar echt mazzel met die Alfa Romeo die daar gewoon langs kwam. Ook een Haas en een Williams hebben hier gewoon mazzel. En geen finishen voor de beide Aston Martins. Mazepin wordt op een ronde gezet. Die rijdt hier ons in de weg. En dit merken wij, want we hebben er last van. Maar zijn Mazepin inmiddels voorbij geschoten. De volgende is dan Mick Schumacher. In ronde nummer 19. Nog 3 rondes te gaan. En Schumacher gaat hier mooi aan de kant. Jazeker, doet hij goed. Doet hij goed. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als we daar dan Marcus Armstrong op een ronde zetten, dan heet de volgende een Alfa Romeo van Latifi volgens mij. Of Christian Lundgaard. Het is Latifi die op een ronde wordt gezet. En hebben we daar dan Christian Lundgaard rijden. We've only got 2 laps of fuel left. 2 ronden fuel remaining, adviseert Jeff. Dat geeft niks. We hebben nog voldoende brandstof in de tank. Jazeker, dat is Christian Lundgaard die op een ronde wordt gezet door ons. En wij gaan ronde nummer 21 alweer in. Nog 2 rondes te gaan en het gat naar Verstappen is 14,2 seconden. Lund gaat hier dan richting Eau Rouge. Hij weet dit dat hij aan de kant moet. Gaat niet echt aan de kant, maar we zijn er wel voorbij. En hebben ook DRS. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd als we daar nog een blauwe vlag hebben. Voor Callum Ilott zijn de auto daar bijna kwijtgeraakt, maar we weten hem mooi te houden. Het gat naar Verstappen is 14,8 seconden. Ilott gaat hier mooi op zijn rem staan. En dat is weer iemand op een ronde gezet. Dan is het zometeen nog de laatste 2 sectoren goed afmaken. Zijn in sector 2 beland. Gaan zometeen door naar sector 3. Maar is er nog 1 ronde fuel remaining als we daar bijna weer de auto kwijt zijn. Maar we weten hem weer mooi te redden. Dat is het gevaar van die hoge curbstone op dit circuit. Verstappen komt nu die blauwe vlaggen tegen. Gat naar Leclerc is 42,7 seconden en gaat daar een podium pakken voor Ferrari. Verstappen verslagen vanwege de strategie. Nee, Perez pakt dat laatste podium van Leclerc af. Perez naar P3 duwt Charles Leclerc van het podium af. In de laatste ronde van de wedstrijd. Wij hebben Verstappen verslagen terwijl we een tijdstraf krijgen van 3 seconden vanwege track limits, maar dat geeft helemaal niks. Nogmaals, Verstappen verslagen met een andere strategie. Hadden mazzel met Hamilton omdat hij Verstappen ophield en zo slaagde de overcut. En dat betekent dat wij officieel constructeurskampioenschap zijn geworden in seizoen 3. Gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Italië.
That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. De uitslag van de Grote Prijs van België, wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook dus naar het regelpunt, ondanks die 3 seconden tijdstraf. Verstappen naar P2, verliest de wedstrijd vanwege een strategiefout. Perez naar P3 voor Red Bull Racing. Wij krijgen geen driver of the day. Hebben wel de constructeurskampioen binnengehaald voor het team. Onze eerste uit onze carrière. Dat is goed om te zien. Twee uitvallers. Twee Aston Martins, Giovinazzi en Lance Stroll. 114 punten verschil naar Verstappen. En 272 punten verschil naar Mercedes. Ferrari klimt naar Mercedes. Dat verschil is 3 punten. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career content. Laat de push naar die 110 abonnees. Dus ben je nieuw? Zeker abonneren voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Voor leuke wedstrijden, voor spannende wedstrijden met leuk commentaar. We zijn tenminste constructeurskampioen, dus dat is goed om te zien. Volg me even snel meer dan mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. We gaan verder voor onze thuiswedstrijd in Nederland. Tot ziens.